ChatGPT, oftewel ChatGPT. Je hebt er vast wel eens iets over voorbij zien komen of gehoord bij andere ondernemers of gewoon ergens in de krant, online, waar dan ook. Het is de nieuwste marketingtool waar je als ondernemer niet meer zonder kunt. Wat het precies is en hoe je dat kunt gebruiken, ik ga er alles over vertellen. Ik ga laten zien, ik ga ChatGPT vragen stellen, zodat je kan zien wat er allemaal mogelijk is, want er is heel veel mogelijk. Denk aan salespages schrijven, denk aan e-mail schrijven, 10 blogs zo neerzetten in slechts een paar minuten, namen bedenken voor je bedrijf, voor je aanbod, wat kunnen we nog meer doen? Podcast scripts maken, advertenties, online advertenties laten uitschrijven, afbeeldingen. Die erbij horen, die het beste werken voor jouw doelgroep. Je kunt zoveel doen met ChatGPT. Het is bizar. Ik besteed er al aardig wat tijd aan, omdat het je, ja, het is gewoon next level creatie eigenlijk. Next level brainstorm. Nou, maar goed, wat is ChatGPT eigenlijk? Het is artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. En je kunt het zien als een robot, alsof je aan een robot vraag gesteld. En dit gaat echt heel ver, want je kunt ook zelfs doorvragen, hele conversaties gaan voeren. Hey, kan je dit op een andere manier doen? Hey, kan je dit doen? Kan je dat doen voor me doen? Het kan allemaal. Maar eerst, hi, ik ben Sanne en ik help vrouwelijke ondernemers aan meer klanten via hun online kanalen. En heb je nou een vraag voor me? Wil je me gewoon iets laten weten of wil je dagelijkse inspiratie? Volg me dan zeker eventjes op Instagram @poweredbysanne. Nou, ik ga je even laten zien. Maak hem even kleiner. We zitten dus in ChatGPT. Nou, laten we beginnen met een leuke vraag, hè? Kan je vertellen wat ChatGPT is en hoe ondernemers dit kunnen gebruiken? Ik zou gaan zeggen, kan je op een hele simpele manier vertellen en hoe ondernemers zitten. Ik heb het wel eens eerder ingetikt en toen kwam hij met een heel moeilijk antwoord. Maar laten we eens kijken wat hij zelf over zichzelf zegt. Nou, geavanceerd computerprogramma, taal te begrijpen en menselijke gesprekken na te bootsen. Het kan worden gebruikt om verschillende taken uit te voeren, zoals het beantwoorden van vragen, teksten genereren of zelfs het voeren van gesprekken met mensen, aka de klantenservice bijvoorbeeld. Nou ja, je kunt het inzetten dus als een virtual assistant om klantvragen te beantwoorden, als chatbot op je website, schrijfhulp bij het schrijven van je website teksten, social media post, blogpost, nou ja, van alles en nog wat. Je kan je bedrijf efficiënter maken door het automatiseren van taken en het verbeteren van de klantenservice. En het ontdekken, ja, dat is ook wel interessant, het ontdekken van nieuwe inzichten in de markt. Het is zo'n interessante tool, omdat, kijk, je eigen brein is natuurlijk vrij beperkt. En als je als ondernemer geen kennis hebt van marketing of een beetje weinig, is ChatGPT wel een hele handige tool. Er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Dus ik ga je ook zo meteen vertellen wat de valkuilen zijn. Sommige mensen, vooral copywriters, zijn vrij bang voor hun baan. Want waar zij normaal andere ondernemers vaak mee helpen met het schrijven van website teksten, kan heel ChatGPT dat. Maar ik ga zo meteen vertellen hoe ik daarover denk. Ik denk dat het nog niet zo heel erg zwart-wit is. Maar ja, het is echt fascinerend om dit te gebruiken. Als je het eenmaal gebruikt, raak je lichtelijk verslaafd, omdat het je op zoveel manieren verder laat denken. Soms denk je als ondernemer, hè, als je geen verstand hebt van marketing, als je dan een titel wil bedenken, bijvoorbeeld voor je social media post, dan is het heel moeilijk om vaak om een pakkende, vooral converterende titel te bedenken. En ChatGPT kan je daar heel erg bij gaan helpen. Nou, hoe gebruik je het? Je ziet hier in de browserbalk naar welk websiteadres je kan gaan. Dat is dus chat.openai.com. Ja, de chat hoef je er niet achteraan te zetten, dat gebeurt vanzelf. Het is gratis, je hoeft je alleen aan te melden met een e-mailadres en dan kun je al je vragen stellen die je maar wil gaan stellen. Nou, ik weet dat er best wel wat mensen vrij sceptisch zijn over deze tool. De een is lyrisch, de ander is bang, de ander denkt, ja, weet je, hoe goed kan dit programma nou zijn? Nou, het staat natuurlijk nog redelijk in zijn kinderschoenen. Denk aan de tijd
dat internet net lanceerde. Ik weet het nog goed. Ik weet niet eens hoe oud ik was. Ik was een tiener. En met de kabelfoon, al die geluidjes, internet kwam. Als je een afbeelding wilde downloaden, ging het echt stukje voor stukje. Nou, net zoals toen het internet nog in de kinderschoenen stond, zo staat dit ook nog in de kinderschoenen. Dus het zal alleen maar meer en meer geavanceerd worden en beter werken. Het werkt in het Engels nog beter dan in het Nederlands, maar in principe alles wat ik heb gedaan voor mijn bedrijf om uit te zoeken en op te zoeken, heb ik gewoon in het Nederlands gedaan. Dus het werkt ja, dikke prima. Ik ga zo ook dus wat dingen laten zien, wat voor vragen je dus erin kan zetten en waar ChatGPT dan mee komt. Het is echt bizar. Je kunt ChatGPT beste zien als een extra brainstorm tool, als een soort van virtuele sparringspartner. Want als je hier helemaal op gaat vertrouwen, als je geen verstand hebt van marketing, dan wordt het een lastig verhaal. Want dan denk je dat alles wat uit ChatGPT rolt, dat dat perfect is. En dat je dat dan op die manier, hè, stel je voor je vraagt 10 social media posts te schrijven. Maar je moet natuurlijk ook nog wel zelf nadenken. En een stukje personality mist er toch wel met ChatGPT. En als je denkt, als je schrijft, hey, dit is mijn bedrijf, ik bied dit aan, schrijf hier een landingspagina voor of schrijf hier een salespagina voor. En je neemt het gewoon compleet over, terwijl je geen verstand hebt van marketing. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je gewoon maar iets aan het doen, aan het hopen dat het goed gaat. Maar dat is natuurlijk gedoemd te mislukken. Dus zie het vooral als een extra brainstorm tool, als een extra mogelijkheid om creatiever te worden en te denken. En natuurlijk vooral nieuwe ideeën ook te laten brengen. Dus dat is super cool. Ook stel je voor, je hebt een salespagina geschreven. Zou je ook gewoon de hele salespagina kunnen invoeren en schrijven. En vragen dan aan ChatGPT. Hey, kan je dit meer converterend schrijven? Hey, kan je dit informeler laten klinken? Je kan allerlei kanten op. Mocht jij een van die sceptische mensen zijn die een beetje denkt van ja, hallo, robots die nemen de hele wereld over, alle bedrijven over. Zie het dus ook vooral, hè, zoals ik al net zei, als echt een brainstorm tool. En leer het zo snel mogelijk te omarmen. Want door deze tool te gebruiken, word je wel echt 10 keer zo efficiënt, 10 keer zo productief en 10 keer zo creatief. Dus je laat echt veel kansen liggen als je dit niet gebruikt. Je staat eigenlijk 1-0 achter op je concurrentie als je de tool niet gaat gebruiken. Nou, laten we een beetje experimenteren zodat je ideeën krijgt wat je ermee kan, wat voor vragen je kan stellen. Dus nou, bijvoorbeeld, ik heb een bedrijf over relatietherapie. Kan je een blog schrijven over het omgaan met ruzies binnen je relatie? Nou, oké, dan gaat hij dus schrijven. Het hebben van ruzies binnen relaties, iets wat vrijwel elke relatie doormaakt. Nou, bla 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 bla. Hij schrijft dus gewoon letterlijk een hele blog voor je uit. Dat is natuurlijk niet normaal, want normaal zou je misschien een half uur tot een uur, ja, ligt eraan hoe snel je bent, misschien langer bezig zijn met één blog. Maar binnen een paar minuten rolt er dus een hele blog zomaar uit. Dan kun je dus voorstellen dat je heel veel meer blogs in een week kunt gaan schrijven dan dat je normaal zou doen. Oftewel, meer zichtbaar. Eigenlijk heb je sowieso nu geen excuus meer om niet zichtbaar te zijn. Of nou is op social media of qua bloggen. Dus dat je in Google vindbaar bent. Dus ja, je ziet het. Een hele blog rolt er zo uit. Een andere vraag. Nou, hij gaat alvast door. Maar wat we ook kunnen bedenken is, ik wil een bedrijf starten. Kijk, je kan ook even op stop. Ik weet niet hoe lang hij deze blog gaat schrijven. Ik wil een bedrijf starten over, wat zullen we eens bedenken? Voor een hondenuitlaatservice. Ik ben net met mijn hond naar buiten geweest, dus dit kwam even in me op. Voor een hondenuitlaatservice. Kan je een grappige naam bedenken voor mijn bedrijf? Dan kan je dus ook helpen met gewoon een naam te bedenken. En dat wil niet zeggen dat je die naam dus klakkeloos zo over moet nemen. Maar meer dat je je misschien erdoor laat inspireren. Nou, een heel rijtje. De Wolfpack, de Leash Ladies, Tailblazers, Bark Rangers, de Furry Footsteps. Cute, Furry, Fluffy zou ook nog kunnen. Dus
Dit is natuurlijk bizar. Bij sommige dingen is het best wel moeilijk te brainstormen. Hè? Dat je echt zo'n brain freeze krijgt. Van, oh jee, ik wil een aanbod bedenken, een cursus, maar ik weet geen leuke naam. Nou, dan kun je dus zomaar op namen komen. Doordat iemand, eigenlijk deze robot, met je meedenkt. Nou, kan je voor dit bedrijf ook 10 Instagram posts bedenken? Kan je, naar de titels, kan je voor dit bedrijf ook 10 titels voor Instagram posts bedenken? Nou, gaan we eens kijken. Oh, dit is dus in het Engels. Nou, we gaan vragen, kan je dit in het Nederlands? Soms gebeurt dit, hè? Omdat het eigenlijk natuurlijk echt een Engelse tool is. Laatst had ik dit ook. Toen vroeg ik de vraag gewoon nog een keer. En toen kwam het wel in het Nederlands, maar ik ga even kijken of die nu wel in het Nederlands zetten. Kijken wat die zegt. Misschien moeten we de vraag weer gewoon opnieuw stellen, dat zou ook kunnen. Ah, kijk, nu gaat die wel. Nieuwharige vrienden maken tijdens onze dagelijkse wandeling. Vreugde brengen bij honden, staarten kwispelen, tongen uit de bek, gewoon een dag op het werk. We zijn niet alleen hondenuitlaters, we zijn avonturenmaatjes. Het gelukkigste uur van de dag, wanneer we onze harige klanten ophalen. Nou, hierbij ook weer. Het hoeft niet, hè, je van het te zijn dat je denkt, nou, ik ga precies deze titel pakken of dit idee voor een post. Kijk, ik ga nog even één vraag extra stellen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Kan je de problemen benoemen van hondeneigenaren omtrent het uitlaten van hun hond? En op basis, ik weet niet of dit zo achter elkaar kan, daarvan 10 posts bedenken voor Instagram. Geen idee wat eruit komt. Het is gewoon puur een experimentje om met jou zo te doen. Natuurlijk, hier zijn enkele veel voorkomende problemen waar hondeneigenaren tegenaan lopen. Slokje nemen inmiddels. Tijdgebrek. Nou, dan weet je dus tegen welke problemen je ideale klant aanloopt en waar je dus op kan inspelen. En als het goed is, rol er dus zometeen ook nog eens 10 posts uit voor Instagram. Misschien 10 titels, 10 posts. We gaan even kijken wat er gebeurt. Maar je snapt dus, er is bijna geen grens of geen limiet aan wat je niet kunt vragen. Grote valkuil is natuurlijk dat als iemand anders ook een hondenuitlaatservice zou willen opstarten, om even in dit voorbeeld te blijven, en die gaat deze vragen ook stellen, dat is dat er natuurlijk soortgelijke antwoorden uitrollen. Dus het kan zijn dat er soortgelijke ideeën voor social media content uitkomt. Of als je zegt, hey, schrijf een salespagina voor mij over een hondenuitlaatservice. Als 20 van je concurrenten dat ook doen en er komt 20 keer ongeveer hetzelfde uit, ja, dan haalt het hele unieke en creatieve natuurlijk, wat een mens wel beter kan bedenken, dat haalt er natuurlijk wel een stukje van af. En dat is een hele grote valkuil. Zeker als je denkt, oh ja, hey, kopieer, plak en nu zit ik helemaal goed. Nu ga ik klanten krijgen. Want nog steeds mis je een heel groot stuk. Oh, ik zie nu dat die vast blijft lopen. Soms gebeurt dat ook. Moet je de vraag weer opnieuw stellen. Nou, dat gaan we nu niet doen. Het is puur om je te laten zien van, hey, wat is allemaal mogelijk? Maar je kan dus begrijpen dat het wel een beetje tricky is om het zomaar over te nemen. Daarom zeg ik ook, ik zie het vooral als een brainstorm tool. Een extra creativiteitsinjectie, zeg maar. Dat je daardoor weer verder kan. Want wat je nog wel mist, is natuurlijk een stukje strategie. Van oké, tuurlijk heb je straks een landingspagina die, nou ja, de vraag is hoe origineel, hoe uniek en vooral hoe eigen is het geschreven. Dat ook echt, hè, ik bedoel, als je ondernemer bent en als jij het gezicht bent van je bedrijf, is jouw unieke tone of voice in de manier hoe je praat, is wel belangrijk dat dat in tekst ook zo overkomt, zodat dat klopt. Als ze gewoon standaard dingen lezen in je content, in je website en jij laat opeens een video zien, huh?
dan is het een mismatch. Maar ook als het de standaard content is, die ze ook al 100 keer voorbij hebben zien komen bij wijze van, dan worden ze alsnog niet getriggerd. Dan worden ze niet getriggerd om actie te gaan ondernemen, om je te gaan volgen of een klant te worden, omdat je eigenlijk dan nog steeds een beetje hetzelfde bent als je concurrent. Dus daarom kun je dit het beste zien als een extra brainstorm. Om daarop weer verder voor te beduren. En wat steeds belangrijker zal worden, is dus jouw eigen visie, je eigen mening, jouw kijk op de dingen, jouw eigen creativiteit. Want die kant gaan we wel steeds meer op met marketing. In jouw verhaal of het verhaal wat je om je business heen creëert. Of het gevoel dat je mensen meegeeft, waardoor ze dus besluiten, ik bedoel kopen. Als mensen iets kopen of klant worden, dat gebeurt vaak op basis van emotie. En niet zozeer op basis van informatie. Dus dat is wel echt een belangrijk dingetje om rekening mee te houden. Je hebt nog steeds wel een strategie nodig. En je hebt ook nog steeds die creativiteit nodig. Dus hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf anders is dan als hondenuitlaatservice, dan al die andere hondenuitlaatservice bureaus? Waarom zouden mensen dus voor jou moeten kiezen? En dat onderdeel wordt dus nog belangrijker als iedereen, want die chat open AI, ChatGPT is gewoon gratis, als iedereen hier gebruik van kan maken. En stel je voor, je gaat nu keihard bloggen van oeh yes, dan ga je veel gevonden worden in Google. Maar als dat allemaal dezelfde soort blog zijn, en als mensen denken, god, hebben we weer precies dezelfde soort blog die ik al 100 keer voorbij heb zien komen, dan worden ze ook weer niet getriggerd. Nu denk je misschien, oh wauw, ik had zoveel bloggen en zoveel social media posts. Maar dat wordt dan minder waardevol, omdat iedereen dit met het grootste gemak kan gaan doen. Dus dat betekent dat er nog meer informatie over mensen heen wordt gegooid. En dat het dus nog belangrijker is om te kijken van, hey, hoe ga ik het dus anders aanpakken? Nou ja, wat straks dus niet te vervangen is door robots, is jijzelf. Jouw personality, je persoonlijkheid, je vibe, je energie. En dat is vaak ook de doorslaggevende factor voor jouw potentiële klanten, jouw ideale klanten, om te beslissen of ze met jou in zee gaan, ja of nee. Dat is vaak jij als persoon. En daarom zal je ook zien dat video is al ontzettend populair, maar video wordt nog populairder dan dat het al is. En tekst wordt dus minder interessant, omdat iedereen 100.000 dingen uit zijn mouw kan schudden op deze manier met ChatGPT. Maar video, dat kan niet. Een vibe creëren in je video, dat kan niet. Ja, tuurlijk heb je ook een artificial intelligence tool die straks jouw gezicht kan opmeten en laten zien. En dat je dan dingen kan inspreken of uittikken. En dan heeft die ook jouw stem en dan kan die dat helemaal namaken. Maar dat, ja, de vraag is natuurlijk, dat is nog wel wat verder dan dit. De vraag is, hoe goed gaat dat straks zijn? Mensen worden natuurlijk sceptisch als ze weten, oh, dit is vast door een robot gemaakt. Dus mensen die gaan dan wel echt steeds meer kijken van, oké, ja, maar hallo, wie ben jij dan echt als mens zijnde? En ja, ik vraag me af in hoeverre dus een AI-tool dat echt naadloos zo kan overnemen, dat ze dus ook helemaal zo je expressie kunnen laten zien, je energie, en dat je dus vooral ook de energie gaat voelen. Mensen kopen van mensen. En dat stukje mensen, persoonlijk contact, en marketing is natuurlijk ook persoonlijk contact. En hoe meer er geautomatiseerd wordt, hoe meer kunstmatig er gedaan wordt, hoe meer mensen snakken naar persoonlijke verbinding, naar gezien en gehoord te voelen. En dat gebeurt dus vaak nog wel door conversaties. En ja, een AI-tool zou ook conversaties kunnen overnemen, maar in hoeverre kan dat? En durf je het aan? Ik bedoel, als je gesprekken gaat voeren met potentiële klanten en ze merken dat je een bot in hebt gezet, wat vinden ze daarvan? I don't know. Waar je dus ook mag naar kijken is, hey, maar wat bied ik voor toegevoegde waarde als mijn doelgroep mij eigenlijk niet meer nodig zou hebben. Dus als we kijken, stel je voor, je bent een copywriter, want ik denk dat copywriters zich best wel druk maken, omdat dus hele teksten van alles en nog wat hier uitrollen. Maar de vraag is dus van, oké, als mensen jou echt niet meer nodig hebben, dan doe je dus iets verkeerd in je service aanbieden, in je aanbod aanbieden. Want
Mensen, natuurlijk een robot, dit is hartstikke handig. Maar wat kun jij dus als copywriter extra toevoegen aan je dienst, dat het wel alsnog nuttig is om af te nemen? Dat mensen dus alsnog met jou willen gaan werken. Dus dat is verder kijken. Hè. Als jij dus een bedrijf hebt, als jij werk doet, wat dus een ChatGPT zomaar kan overnemen, ja, dan is het enigszins gedoemd om te mislukken. Maar dan kun je dus kijken naar een stukje support, een stukje interactie, menselijk contact, een stukje creativiteit. Dan mag je echt verder denken dan de standaard. Ik ga gewoon een keurige landingspagina voor iemand maken. Want voor zo'n service is de vraag dus, oké, in hoeverre gaan mensen dat nog bij je afnemen als ze dat gratis kunnen doen met een ChatGPT-tool? Dus kijk verder naar wat voor toegevoegde waarde kan je dus bieden naast een service, naast iets wat je doet, wat mensen dus gratis kunnen verkrijgen. Als je met ChatGPT gaat werken, wat ik je sowieso zou aanraden, want hallo, extra creativiteit en brainstormmogelijkheden. Ja, je staat echt 1-0 achter als je het niet gebruikt. Dan is wel de juiste vragen stellen, dat is het allerbelangrijkste, is cruciaal. Als jij blijft hangen op de oppervlakte met je vragen, als je net niet de juiste vragen stelt, als je net niet weet wat je zou moeten vragen. Je kunt zoveel dingen vragen. Wij denken ook maar beperkt. Maar er zijn zoveel andere vragen die je zou kunnen stellen. Die jou helpen met het laten groeien van je business. Voor meer creativiteit. Die kracht van de juiste vragen is alles bepalend. Wat er uitkomt. Wat je kunt met de informatie die ChatGPT geeft. Nou, ik heb daar iets heel erg handigs voor gemaakt. En dat zijn meer dan 500 ChatGPT vragen die je zou kunnen stellen voor je bedrijf. Om dus in no time je bedrijf eigenlijk op te zetten of op te schalen. Ik ga je even laten zien. Nou, dit is het. 500 plus ChatGPT vragen voor een ongekende business inspiratie en productiviteit. Dus je wordt 10 keer zo creatief, productief, waardoor je business sneller groeit dan ooit tevoren. Nou, ik ga je uitleggen, ik heb je al deels uitgelegd hoe ChatGPT werkt, maar ook 12 soorten vragen. Het soort vragen dat je stelt is heel belangrijk. Ik heb 12 verschillende soorten vragen die je zou kunnen stellen. Maar dit, achter al deze dingen, achter al deze onderdelen, staan ook weer hele specifieke vragen waar je zelf waarschijnlijk niet eens aan denkt. Want het zijn echt hele marketinggerichte vragen die superhandig zijn voor je business. Je business opzetten, dus business ideeën opdoen, namen bedenken voor je bedrijf en aanbod, inhoud bedenken van je aanbod, e-mail marketing, online funnels bouwen, Facebook marketing, YouTube marketing, klantenservice, SEO, de zoekwoorden, podcast marketing, social media marketing, copywriting en TikTok. Dit is echt geweldig, want met deze vragen, je zou vragen tussen die jou, ja, die zoveel gaan doen voor je business, die waar je zelf niet aan denkt van, ik kon dit ook vragen, of maar hoe moet ik dit eigenlijk vragen om de juiste output te krijgen, zodat je ook daadwerkelijk iets kan met waar ChatGPT opkomt met zijn antwoorden. Dus deze 500 plus ChatGPT vraag voor ongekende business inspiratie productiviteit, deze bundel, die verkoop ik voor €37. En die kun je vinden als je op het linkje klikt in de beschrijving van deze video. En dan kun je als een malle gaan brainstormen, als een malle alles uit je mouwen schudden, wat je normaal misschien in een jaar uit je mouw zou schudden, doe je nu zomaar in een week. Dus de juiste vragen, ja, ik ben hier reet enthousiast over zelf. dus ga zeker naar de beschrijving van deze video. Klik op de link en schaf dit aan voor €37. Want ja, dit is ook weer, als je dit niet gebruikt, sta je 2-0 achter. Als je ChatGPT niet gebruikt, 1-0. Als je deze vragen niet gebruikt, sta je 2-0 achter. Nou, we gaan nog even kijken. Eén laatste vraag. Hoe kan ik mijn YouTube-kijkers op een leuke manier vragen om te abonneren op mijn
YouTube-kanaal. Ik zou het natuurlijk superleuk vinden. Ook als je deze video een like geeft. En als je ook even in de comments achterlaat wat je nou van dit hele ChatGPT vindt. Wat je van AI, Artificial Intelligence, vindt. Vind je het eng? Vind je het spannend? Denk je, ik wil dit niet. Dit moeten we verbieden. Of denk je, oh my god, ik ga dit gebruiken. Super nieuwsgierig naar. Dus ik zou het echt heel erg leuk vinden als je een comment achterlaat. En als je dit een toffe video vond, dat je me even een like geeft. En natuurlijk dat je je abonneert op mijn kanaal, zodat je geen enkele video meer mist in de toekomst. Nou, ChatGPT is voor me aan het uitschrijven. Hoe ik dat op een leuke manier aan je zou kunnen vragen. Geef een reden om te abonneren. Oké. Ah, ik doe het wel een beetje langzaam. Misschien is het nu druk op het hele ChatGPT gebeuren. Laatst kon ik er ook niet eens inkomen. Zo druk was het. Ja, ik bied zeker waardevolle informatie. Entertainment, ja, ik hoor dat mensen vaak om me moeten lachen. Dus dat ook. Bijzonder perspectief. Ja, al mijn video's die gaan over... alle marketing tips die ik je zou willen meegeven, waardoor jouw business harder groeit. Hè? Inspiratie, kennis, noem maar op. Maak er een grapje van over hoe moeilijk het is om mensen te overtuigen om zich te abonneren. Ja, ik moet zeggen, ik heb meer kijkers dan abonnees. Dus het zou heel leuk zijn. Oh, of hoe ik mijn abonnees behandel als VIP. Kijk, zie je? Dit is ook weer een idee, want ik heb er zelf nooit over nagedacht om of hoe ik mijn YouTube-abonnees zou kunnen behandelen als VIP's. Wel voor mijn e-maillijst doe ik dat, maar nog niet eigenlijk voor mijn YouTube-kanaal. Dus dat is interessant. Uitdaging, ook leuk om iets te geven. Een video of een exclusief kijkje achter de schermen. Oké, zie je, je ziet het al. Ik hou van deze tool, want dit geeft weer allerlei ideeën waar ik zelf dus nog helemaal niet over na heb gedacht. Dus leuke vraag. Dus ja, abonneer je op mijn kanaal. Ik zou het echt super tof vinden. Want ik wil heel veel mensen inspireren om deze tool te gaan gebruiken. Maar vooral om anders te kijken naar je bedrijf. Hè? Zeker dus dat creatievere stukje. Wat is een beetje verloren gaan met ChatGPT? Je eigen visie, je eigen mening. Jouw hele persoonlijkheid in de videomarketing. Wordt allemaal zoveel belangrijker. En zoals ik dus al zei, is het zo belangrijk. Misschien wel nog belangrijker. Om je onderscheidend in de markt te zetten. Om het anders te doen dan je concurrenten. Om niet 13 in een dozijn te zijn, maar 1 in een dozijn. Zodat je gaat opvallen. En hoe je dat doet, vertel ik je in deze video. Hier ergens op het scherm kan je klikken op de video. Met een tof voorbeeld erbij van een doodgewone schilder. Die iets heel cools heeft gedaan met zijn marketing. Om jou ook op ideeën te brengen. Om je marketing anders te gaan aanpakken. En daarvoor kan een ChatGPT niet helpen, maar je eigen creativiteit wel. En die wil ik met die video een boost geven.